Dan Jensen, die terug is gekomen na de begrafenis van zijn zuster in Amerika. Die terug is gekomen om zijn verloofde te begeleiden. Die zo direct in de eerste rit zal gaan starten. Wat kan Yvonne van Gennep tegen de twee Oost-Duitsers? Wat kan Yvonne van Gennep tegen Kania en Erich aanrichten? Heeft ze de vorm overgehouden? Heeft ze de snelheid nog? Wat heb jij gespeeld, Heijzen? Ja, als ik gespeeld zou hebben, want ik heb niet gespeeld. Het lokaal is gesloten inmiddels. Er is een gebrek aan deelname zo langzamerhand. En ook dat is een teken dat die spelers zo langzamerhand gerapt genoeg geduurd hebben. Ja, wat zou gespeeld hebben zonder twijfel Kania? Het is de laatste kans vandaag voor haar op een gouden medaille. Je mag er normaal gesproken niet van uitgaan dat op de 5000 meter zij tot de top zal kunnen reiken. En dus zal ze er alles aan doen om die zo felbegeerde gouden plak vandaag binnen te halen. Haar uitgangspositie, gewoon op papier althans, even voorbijgaan aan de gebeurtenissen eerder deze week, is heel goed. Ze is de enige vrouw ter wereld die tot op heden erin is geslaagd om een tijd onder de 2 minuten neer te zetten. Dat is die wereldrecordtijd. Mooie mevrouw voor je kerk. Goed, nou, ook niet de eerste de beste, de Canadese recordhoudster op deze afstand. Nathalie Grenier uit Sainte-Foy bij Quebec. 23 jaar. 11e op de 500 meter hier in Calgary, 9e op de 1000 meter gisteren. En rijdend, u ziet dat daar goed, als een van de zeer weinigen op die wat merkwaardige Canadese schaatsen. Hoge potten, korte ijzers. Daarop rijdt Nathalie Grenier nog altijd. Jammer dat Scandolo er niet is, de nummer 4 van het Europees kampioenschap. En een van de nieuwe DDR-lichting samen met Koenda Kleeman, die we dan later wel in actie zullen zien vandaag. Helaas dus geen constante Scandolo. Maar Nathalie Grenier alleen zal de eerste tijd neer moeten zetten. Haar persoonlijke en daarmee Canadese record staat op 206.70. De voorlaatste Olympische vrouwenafstand is begonnen. Grenier alleen op weg naar de eerste tussentijd. En dat zal zijn die na 300 meter gaat. Die 206.70 is voor verbetering vatbaar, denk ik. Want vele records neuvelen hier. 29.96. Een snelle opening. Snelle opening van de Canadezen. En daar ziet u die schaatsen nog eens even van heel dichtbij. Anders dan wij gewend zijn. Bijna niemand rijdt er nog op. De eerste volle ronde van Grenier brengt uiteindelijk een tijd van 57.94 op de klokken. Rondje van 30.9. En dat is nog altijd een hele aardige tussentijd. Die royaal dat Canadese record naar beneden zal moeten halen. Als dit tenminste zo doorgaat. Maar die laatste twee ronden, u weet het, daarin komen vaak de problemen. Wel luid voor Grenier na een rondje van 33.5 naar 1.31.50. Dan gaat het allemaal al wat minder rap. Je ziet het ook. Problemen worden steeds groter voor Grenier. En op kracht moet ze het laatste stukje volbrengen. Op weg naar de finish nu. En dan hebben we zometeen de eerste tijd staan van 2 minuten en 6 seconden 80 honderdste. En dan blijft er dus net 1/10 af van een nieuw persoonlijk en Canadese record. Dat zat er net niet in. 206.80, dat is de uitgangssituatie voor het verdere verloop van deze 1500 meter.